Lieve mensen, welkom bij dit gesprek tussen mij, Pepien van den Berg, en Rianne van Hulst. Hallo. En vandaag willen we het hebben over human design. En eigenlijk is dat nog best wel onbekend in Nederland. Ja. En daarom vond ik het... Rianne en ik werken al heel lang hier in Nijmegen. In dit gebouw, het Augustinusgebouw. En van het een komt het ander, elkaar ontmoeten en zo eens in gesprek raken. En toen kwam ik erachter dat jij met Human Design werkt. En 2 jaar geleden ben ik, of 2 jaar of langer ben ik ook met Human Design in aanraking gekomen. En eigenlijk vind ik dat, ik ben altijd met astrologie bezig geweest en noem maar op. En ik vond het... Ja, zo'n leuk, verfrissend nieuw systeem. En ik ben altijd met zelfkennis bezig. Dus ik doe dat met name voor mezelf. Om mezelf beter te leren kennen. En vind ik gewoon heel interessant. Maar nog heel weinig over bekend. En als je wat dingetjes gaat opzoeken. En met je, waar we het later over gaan hebben. Met de types bezig gaan. Gaat het een beetje leven voor je in de praktijk. Ja. Dus ik wil met deze gesprekken, gaan we een beetje de human design uitdiepen. En vooral ook naar de praktijk halen. Hè, van ja. Hoe is dat nou om jouw type te zijn en hoe gaat het dan in de praktijk? Dus in die zin wil het ook een beetje laten leven voor iedereen. Precies. Dus ja. Superleuk dat je er bent en dat we deze gesprekken gaan doen. Hartstikke leuk. Dus Rianne, hoe ben jij eigenlijk in aanraking gekomen met Human Design? Ja. Nou, ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben dus Rianne van Hulst. Ik heb een eigen praktijk in Nijmegen. Ik werk lichaamsgericht en ik doe het aan traumaverwerking aan de hand van familieopstellingen. Als er iemand binnenkomt in je praktijk, dat zul je ook kennen, dan komt gewoon iemand binnen met een heel systeem. Hè? Met zijn zielsmissie, met zijn familiesysteem waarin diegene geboren is. En Human Design is ook op die manier eigenlijk in mijn leven gekomen. Ik wilde gewoon meer weten over mezelf. Hè? Wat is, ik weet dat ik een stier ben en ik weet mijn ascendant en mijn maanteken. Maar ik wilde weten van, wat is het nou, wat is nou voor een blauwdruk heb ik eigenlijk, hè? En, en ook met mijn cliënten, ik wil graag nog meer achtergrondinformatie over ze hebben eigenlijk. Terwijl ze die zelf misschien nog niet helemaal kennen. En Human Design helpt daar heel erg bij, want het is een soort gebruiksaanwijzing. Gebruiksaanwijzing over jezelf. Dus hoe handig is het om een gebruiksaanwijzing van jezelf te hebben? Het is gewoon een boek voor het leven eigenlijk. Hè? En, dus ik ben er zelf mee in aanraking gekomen door een vriendin van mij. Of eigenlijk mijn beste vriendin. Mijn zielenvriendin. En zij was er al mee bezig. En toen ben ik het ook uit gaan zoeken. En ik had, ik ben dus een projector. Hetzelfde als Pepine. En ik had meteen zoiets van, oh nee, dat wil ik helemaal niet. En ik heb allemaal open velden. En oh nee. En ik had meteen allemaal vooroordelen op. En ik voelde me echt neerslachtig te worden. Hmm. Maar toen ben ik me er helemaal in gaan verdiepen. Ben ik echt aan het, wat doet een open centrum nou? Wat is eigenlijk hier wat je te doen hebt als projector? En ik ben hier dus om te gidsen. Hmm. Ik ben een guide voor anderen. Nou, dus dat is ook het werk wat ik hier doe. Hè. Dus de mensen die ik hier ontmoet in mijn praktijk, maar ik werk ook met groepen. Ik ben echt een gids voor degene die door de bomen het bos niet meer zien. En die door het bos de bomen niet meer zien. Mm-hmm. En daar ben ik voor, om ze weer op hun eigen levenspad te laten komen. En te volgen wat ze hier te doen hebben. Hè. Dus dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. Je hoeft niet af te leiden door... De passie van anderen of de inspiraties van anderen. Je mag je laten inspireren, maar blijf goed voelen of het ook jouw weg is. En laat je niet afleiden van jouw eigen levenspad. Mm-hmm. En van je eigen levenspad afgaan, kan ook te maken hebben dat je geconditioneerd bent. Dat komt ook terug in de Human Design, maar dat komt ook terug in familieopstellingen. Het kan zijn dat je dingen draagt van je ouders. Bepaalde overtuigingen, bepaalde lasten, bepaalde pijnen. Mm-hmm. Die hun niet genoeg verwerkt hebben. En dat zie je ook weer terug in de Human Design. In de open velden die je op bepaalde plekken kan hebben. Daar kan conditionering zitten. Dus er kunnen bepaalde emoties zitten die niet van jou zijn, maar van je ouders. Dat was in mijn geval dus ook zo. Bij een project is bijvoorbeeld heel erg... wij zijn eigenlijk
we hebben weinig energie van onszelf. Hè? We zijn energiek, maar we hebben weinig energie. Dus we zijn geen werkers in de kern. We geven heel veel, want we voelen continu eigenlijk hoe het met de ander is. En wat de ander nodig heeft van ons, van zichzelf eigenlijk. Hè? Ja. Maar wij zijn zo liefdevol dat we dat continu willen geven aan de ander. Nou, ik heb dat binnen een relatie, mijn laatste relatie heb ik dat gedaan. De vader van mijn kind. Heb ik continu me aangepast als een chameleon. Dat is wat projectors vaak doen. Mm-hmm. Zich aanpassen als een chameleon aan de behoeften en de denkwijze en aan de emoties van de ander. Om de ander het maar naar zijn of haar zin te maken. En dat heb ik dus 9 jaar lang volgehouden. En ik had mezelf volkomen opzij gezet. En ik voelde al aan alles dat het helemaal niet klopte wat ik aan het doen was. Door de human design heb ik daar nog meer inzicht over gekregen. En die heeft me uiteindelijk ook laten voelen van, dit is niet gezond voor jou. Het is niet goed voor je gezondheid om in die relatie te blijven. En hij is een manifester met een gesloten aura. Dat hoort gewoon, hè, dat is gewoon het type wat hij is. Daar kan hij niks aan veranderen. Dat is gewoon wie hij is. En ik ben een projector en ik wil graag bij iemand naar binnen kunnen. Ik wil iemand kunnen zien. Ik wil de ziel van iemand voelen. Maar als dan continu tegen een deur aan bot van de ander, dan is dat een verschrikkelijke dynamiek waar je dan in terecht kan komen samen. Dat wil je helemaal niet. Maar daarom is het heel mooi dat je dat weet. Dat dat is wat er kan gebeuren. Mm. Om daar inzicht over te krijgen. Ja. Ja. En je moet er dus allebei voor openstaan. Het is heel fijn om te weten welke verantwoordelijkheid je daar zelf voor kan nemen. Aan de hand van welk design je hebt. Aan de hand van je energievelden die je hebt. Maar ook aan de hand van wat jij systemisch, de pijn en een wond die je meedraagt in jouw kindstuk. Dat valt allemaal best wel heel erg valt in elkaar over. Ja. Bijvoorbeeld de pijn die ik draag is, ik draag vanuit de human design, vanuit de gene keys, dat is weer een stapje verder, hoort ook bij de human design, draag ik het stukje voor het collectief, wat was het nou ook alweer eens, gevoel van afwijzing. Hmm. Ja, gevoel van afwijzing. Dus dat is een gevoel wat heel veel mensen ook kennen en ik draag het ook voor het collectief. Maar ik voel me dan in mijn persoonlijke aard afgewezen. Maar de human design, de gene keys, die leren mij, don't take it personal. Dat is iets wat jij draagt in jouw energieveld voor het collectief. Omdat jij dat mag helen bij anderen en bij jezelf. Dus dat weet ik nu. Denk, oh ja, ik heb een gevoel van afwijzing. Oh, maar dat is niet mijn eigen afwijzing. Maar dat is gewoon omdat ik dit draag voor het grotere geheel. En hoe ik deze wond in mezelf en met anderen kan helen eigenlijk. Ja, dus als we het weer hebben over zelfkennis, is dat gewoon zo fijn om dat te weten. Ja, want dan kun je daarmee omgaan. En als je daarin geconfronteerd of gespiegeld wordt of wat dan ook, dan heb je veel meer perspectief. Ja, dan kun je daar absoluut veel beter mee omgaan. En veel meer in de rust er ook mee komen. En in de gelatenheid van, ja, maar dat is nu eenmaal zo. Weet je, dat kan ik wel anders willen, maar zo ben ik niet. Het zit niet in mijn aard. Ja. Want dat is ook fijn, want dan hou je natuurlijk, je gaat energie geven aan daar waar je goed in bent. Of daar waar het makkelijk gaat. Ja. En je gaat uit die struggle meer, toch? Ja, ja. Ja, zeker. Je gaat je aandacht geven aan wat jij ook gewoon hier te doen hebt. Wat je kwaliteiten zijn, wat je kernkwaliteiten zijn. Ja, precies. En dat maakt, vind ik, human design ook heel erg duidelijk. Hmm. De kernkwaliteiten van je ziel, als het ware, van je essentie. Ja. En als je daar trouw aan blijft, dan gaat het allemaal veel makkelijker. Hmm. Gaat het veel moeizamer. Dan gaat het leven met je meestromen in plaats van tegen je instromen. Ja. Ja. Dan ga je allemaal kunstjes proberen om mee te gaan met de maatschappij. Wat de maatschappij van je verwacht. Wat ouders van je verwachten. Wat het bedrijf waarvoor je werkt van je verwacht. Ja, ga je daar helemaal proberen in te vormen. Dan ga je zelf tegenwerken. Ja. En dan ga je ziek worden. Dan word je moe, burn-out, depressie. Neerslachtigheid, nou, van alles kan er om de hoek komen kijken. Ja, en wij zijn daar dus ook voor om dat te voorkomen. He, dat mensen dat helemaal niet nodig is. Nee, precies, om ze een beetje die weg te wijzen daarin. Ja, die richting te geven. Ja, ja, zeker. En daarom is het heel fijn dat je zelf weet wat je design type is en wat je strategie is die je zelf toe kan passen. Elk moment van de dag. Wij weten bijvoorbeeld van elkaar dat wij projectors zijn. We zijn allebei projectors. Pien is een emotional project, ik ben een mental project, dus dat is ook al wel weer een verschil. Maar wij weten bijvoorbeeld dat we elkaar moeten uitnodigen voor iets. Hè?
Dus het is, en als ik jou uitnodig voor iets, dan kun je echt zo'n ja voelen van, oh, wauw, ik word uitgenodigd. En dan is Pepine in haar hele volkomen kracht als ze uitgenodigd wordt. Dat geldt ook zo voor mij. Pepine had mij uitgenodigd om hier te komen zitten of om te praten. En ik voel meteen een ja. En dan stroomt de energie ook moeiteloos. Ja. Maar ga ik mij opdringen aan haar van God, zou ik ook misschien eens een keer kunnen komen? En nou ja, zo. Ik voel gelijk een andere energie. Ja, dat klopt niet. Ja, nee. Precies. Dan verandert meteen de energie. En dan zegt het universum, nou nee, dat is helemaal niet de bedoeling hoor. Dus ja, zo werkte het. Voor de projectors in ieder geval. Hè? Ja, ja. En dan hebben we ook nog de generators, de manifested generators, de reflectors en de manifestors. Dat is allemaal, daar gelden weer andere strategieën voor. Ja, en daar gaan we ook zeker nog op in. Ja, gaan we een andere keer gaan we dat zeker aandacht geven. Ja, want als we het even terugpakken naar het begin. Hè, je had het bijvoorbeeld ook over open velden en je design. Hoe ziet dat er nou eigenlijk uit, zo'n design? Want eigenlijk, ja, hoe, als mensen daar een voorstelling van kunnen maken, hoe ziet het eruit? Nou, je hebt 9 energievelden. Ik denk dat het wel mooi is dat je een voorbeeldje ook straks hier bij het filmpje zet. Dat mensen het ook kunnen zien. Ja. Of een link. Of een link. Maar in ieder geval zo'n plaatje. Doen. Ja, je hebt 9 energievelden. Dat zijn eigenlijk de chakra's. Maar dit zijn er dus 9. De 9 chakra's zijn het dan. Mm-hmm. En die chakra's die kunnen een kleur hebben. Je hebt dan de root, dat is de wortelchakra, de sacraal chakra. Je hebt het hartchakra, de keel, emotional chakra, emotional veld. Je hebt het ego's, de willpower, het egoveld. En je hebt de spleen, dat is de mild. En je hebt de anja, die zit hier. En je hebt nog de head, die zit hierboven. En dat is de kruin, dat is het driehoekje hierboven. Die velden die kunnen gekleurd zijn of blanco zijn, helemaal wit. Maar vergeet niet, ook al is het gekleurd, dat betekent dat die kleur, dat het jouw eigendom is eigenlijk. Dat het gewoon een kracht is in jou, wat jij gewoon kan. En dat maakt ook de type wie je bent. Mm-hmm. Als het veld open is, heeft het veld nog wel allemaal ook cijfertjes. Dus dat betekent, in dat veld heb je ook weer kleinere energiepoorten, heet dat dan. Die poorten, als die geactiveerd zijn in jou, betekent dat jij er wel wat mee kan. He? Dus dat er wel activiteit is in dat veld. Dus ook al beken je daar geen kleur, heb je daar geen eigen kleur, je kan daar wel actieve rol hebben in bepaalde velden. Zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. En die velden met de mate waarin ze open of gesloten zijn, dat bepaalt je aura-type, hè? Ja, in je geboortedatum, in je geboortetijd. Ja. Het is het hele geheel. Ja. Hoe de planeten stonden en wat dan ook. Precies. Ja. En ik merkte bij mij, ik wist bijvoorbeeld mijn aura-type en daar kon ik al heel veel mee. Ja, precies. Dus je hoeft niet helemaal in dat systeem al gelijk te duiken, maar alleen al, hè, wat ze zeggen, het experiment aangaan met jouw aura-type, dat gaat je al heel veel brengen. Dat vond ik al heel verwonderlijk. Ja. Bij projecten bijvoorbeeld is het belangrijk dat we achteroverleunen. Dat we achteroverleunen, dat we heel ontspannen zijn. Vanuit die ontspanning weten de mensen ons gewoon te vinden. Hè? De mensen die ons nodig hebben, die dus even gegidst willen worden in het leven, dat ze het gewoon even niet meer weten, die komen vanzelf naar ons. We hoeven in principe eigenlijk niks voor te doen, maar we moeten wel present zijn. Hè? Dus je kan achteroverleunen en verdwijnen, maar het gaat om dat je achteroverleunt en present bent. En dat je doet, dat je dus in dat achteroverleunen doet waar je goed in bent. En wat je leuk vindt. Mm-hmm. Waar je blij van wordt. Ja. Nou, dat is bij jou bijvoorbeeld veel dingen over jezelf te weten komen. Ja, over je astrologie, over human design, over wat voor type je bent. En, nou ja, en ik doe dat ook. Ik word daar heel blij van. Ik vind het ook leuk om veel te schrijven over mannelijke en vrouwelijke energie. Dus de polariteit tussen man en vrouw, dus dat is ook mijn specialiteit. Mm-hmm. En, dus dat doe ik dan ook. Dus ik praat daarover en ik schrijf daarover. Ja, mooi. En dat, weet je wel, het is heel belangrijk dat je in het moment dat je dus als project achterover leunt, ook blijft doen waar je heel blij van wordt. En er kunnen ook andere hobby's zijn hoor. Er kan ook echt andere kernkwaliteiten zijn die dan tot bloei kunnen komen. Maar blijf die wel aandacht geven en voeding geven. Ja mooi. Ja. Ja, want dat is inderdaad een voorbeeld van waar je aandacht aan mag geven.
En waar al die struggles, waarvan je denkt dat het goed moet, ja. dan daar geef je dan geen aandacht meer aan. En dat doet er ook allemaal niet meer toe. Die mag je gewoon helemaal los gaan laten. Ja. Ja. Want hoe is human design in jouw leven gekomen? Ja, volgens mij, omdat ik altijd met kennis vergaren bezig ben. Ja, er komt zoveel op je pad. Ja. Maar soms dan voel je inderdaad zo'n haakje of zo van, daar komt een resonans. Ja. En volgens mij, ik heb een poosje workshops gegeven mijn TRE workshops gegeven in Savata. En ik volgde daar zelf een workshop en iemand die daar, die had het over inderdaad ook het human design opstellen. Ja. Dus toen begon het ook voor mij, begonnen die chakras wat je net zei, die velden begonnen in één keer ook wat meer voor mij te leven. Ja. En dan komt er zo'n moment, dan ga je echt het boek opzoeken of je gaat er wat meer over lezen. En toen ben ik ook via met iemand die met de Gene Keys ook bezig was. Die gaf mij de naam bijvoorbeeld John Martin weer terug. En toen ben ik zijn filmpjes gaan kijken. Echt heel erg leuk. Word je gewoon heel erg blij van. Ja. Maar en toen dacht ik van, ik ga het experiment aan. Dus ik een journal gekocht. Ik wat video's uitgeschreven. En maar toen kwam corona. Ja. Dus, ja. En dan mijn vizier ging even op hele andere dingen staan. Ja. En ik merkte, we zijn nu bijna anderhalf jaar verder. En het begon voor mij in één keer weer te leven. Ja. Ja. In één keer weer dacht ik, ik wil het weer oppakken. Ja. Ik heb weer behoefte om weer met die kennis bezig te zijn. Ja, precies. En toen gingen we daar samen over praten. Ja. Ja. En de behoefte om ze samen over te sparren. En toen kwam eigenlijk ook het idee van, waarom laten we niet de mensen meekijken bij ons gesprek precies. eigenlijk. Ja. Ik denk dat past ook heel erg bij projectors om het in zo'n setting te doen. Ja, precies. Die druk misschien ook niet helemaal te ervaren, dat we helemaal onszelf kunnen zijn. Maar we hebben zo waardevolle kennis die we gewoon willen delen eigenlijk op deze manier, toch? Ja, zeker. Ja. Misschien is het ook wel leuk als we even vertellen wat het in jouw leven teweeg heeft gebracht, heeft veranderd en in mijn leven. Ja, ik ben bijvoorbeeld een projector. En wat heel, er zijn er niet zo, de meeste mensen zijn generator, dus er zijn minder projectors, zeg maar. 20%. Dat klopt, hè? Ja, 20%. En wat mij heel erg, wat opviel, was inderdaad die boodschap, als het ware, om te wachten op de uitnodiging. Ja. Dat is wat projectors mogen doen. Ja. En dat kan in eerste instantie best wel verwarrend zijn. Ja. Maar ik werd daar gewoon eigenlijk heel erg blij van. Want het gaf mij zoveel rust, want ik mocht inderdaad achteroverleunen. En wanneer er een uitnodiging komt, dan mag ik daar op ingaan. Ja. Want in de westerse maatschappij, of als je op een kantoor werkt of wat dan ook, word je voortdurend, moet je vanuit jezelf heel veel doen. Ja. En ik merkte dat ik daar altijd een weerstand op ervaarde. Ja. Dat werd een struggle, omdat ik dat steeds niet voelde. Maar wanneer ze mij uitnodigen om wat aan te pakken, dan ging het als een trein. Ja. Dat is zo bijzonder. Dus ik kon die oude struggle loslaten. Ik hoef maar te wachten. En dat gaf mij heel veel rust. En rust past heel erg bij mij. Gewoon in mijn eigen tempo werken. Ook veel alleen zijn. Om te kunnen opladen. Want als projectors nemen we als een spons ook alles op. Dus ik was ook altijd bezig met mezelf ook heel erg te beschermen. Maar projectors van nature nemen gewoon heel erg veel op. Ja. Dus het alleen zijn en weer opladen past heel erg bij ons. Dus ik kon mezelf ook als het ware nog meer toestemming geven om te zijn wie ik ben. Ja. En dat geeft heel erg veel rust. Ja, rust, hè? Dus dat is eigenlijk het experiment van, kun je wachten op die uitnodiging? En dat wil niet zeggen dat je helemaal niks doet. Maar dat was zo mooi dat ik in het begin zei, maar je moet wel er zijn. Ja. En je moet je wel vullen met dingen die goed voor jou zijn. Precies. Want wanneer je dan je uitnodiging krijgt, dan ben je er. Ja.
precies. En dan gaan we ervoor. Ja, gaan we helemaal. Gaan we helemaal. Dan zijn we er helemaal voor je. Ja. En dat voelen mensen ook. Ja, precies. Dat die aandacht zo gefocust is. Ja. En dat wij ook heel erg, wat je zegt, kunnen gidsen, naar de kern kunnen gaan. En ja, ik word er alleen maar heel erg blij van. Omdat het nog meer duidelijkheid schept in wie je bent, waar je kwaliteiten liggen. Daarnaast die zelfzorg die ik persoonlijk heel erg voel, dat ik die zo mag nemen, dat het zo belangrijk is voor me. En nou ja, dan hebben we het alleen nog maar gehad over het oude type. Ja. Over projecten zijn. Ja. Kun je nagaan hoe je daar al heel veel mee kan. Ja. Ja. Dus ik vind het leuk om met jou te verkennen inderdaad hoe het is met die combinaties. Ja. Ja, dus is het stukje waar ik nu tot nu toe nog het meeste van weet. Ja. En ik weet een beetje over mijn gesloten en open velden, maar dat mag nog meer body krijgen. Ja. Maar dat komt in de loop van onze gesprekken wel verder naar zeker voren. Zeker weten. Ja. Ja. En kan ik even nog wat toevoegen aan over de uitnodiging? Jazeker. In principe gaat het eigenlijk over grotere uitnodigingen in eerste instantie. Het gaat over uitgenodigd worden in het liefdesleven, dus in een huwelijk of in een relatie. Uitgenodigd worden op in werk. Hè? Dus dat je uitgenodigd wordt om een bepaalde baan te krijgen of om voor een bepaald bedrijf te werken. Het gaat over uitgenodigd worden door een nieuwe woning. Dus het gaat echt in eerste instantie over grotere uitnodigingen. Mm. Wonen, werk, liefdesleven. Mm. Maar kleine uitnodigingen, daar gaat het ook om. Want het betekent niet dat je alleen maar hoeft te wachten op een uitnodiging. Als je zin hebt om naar een vriendin toe te gaan. Hè? Ja. En dan mag je die beweging gewoon volgen en haar zeggen, ik heb zin om je te zien en kan ik nu naar je toe komen. Dat is helemaal prima. Hè? Maar in principe heb jij, of hoe je mij net, je had mij ook uitgenodigd om te spreken. Dit is natuurlijk ook weer een beetje werkgerelateerd. Hè? Nou, zo voelt het niet helemaal, maar het is wel spreken vanuit het projectenschap. Ja. En dan is zo'n uitnodiging ontvangen echt super fijn. Ik zal jullie ook een voorbeeld vanuit mijzelf geven. Sinds ik dus mijn type weet en mijn aura veel beter heb leren kennen en ook veel meer liefde kan geven, self-care, heb ik ook zeker de keuze gemaakt om mijn relatie te beëindigen. Dat is nu inmiddels alweer ruim 1,5 jaar geleden. En dat is ook zo'n bevrijding geweest, maar ik vond het zo moeilijk. Het was zo eng om dat te doen. Maar Human Design heeft mij echt het laatste setje gegeven om te voelen van, maar het klopt, doe het maar. En dat was ook zo ontzettend fijn. En nu zit ik echt in een stukje van mezelf heel erg lief hebben. Daar helpt Human Design en de Gene Keys ook ontzettend mee. Bijvoorbeeld, ik heb laatst heel erg mooi mogen oefenen. Mijn lievelingsoom is overleden. En ik had hem een paar weken voordat hij ging overlijden, had ik hem een hele mooie kaart geschreven. En had hem zo geraakt. Dat hij heeft gevraagd of ik wil spreken op zijn begrafenis. Op zijn begrafenisceremonie. Mm-hmm. Dus dat was een hele duidelijke uitnodiging voor mij. Ik denk, ik mag gewoon spreken als hij er niet meer is voor de mensen die er zijn en die verdriet om hem hebben. Dus daar heb ik een hele mooie speech voorbereid. Ja, zo voelt het niet echt, maar ik heb mooie woorden voorbereid die ik voelde vanuit mijn hart voelde komen. En toen stond ik daar en ik al die woorden die kwamen zo uit mijn hart gerold, als het ware. Mm. En daar heb ik heel veel reacties op gekregen van de mensen dat ik zo geraakt had. En dus dat was voor mij een teken van, zo voelt het dus als je uitgenodigd wordt voor het juiste. Hè? Als je uitgenodigd wordt voor het juiste, wat ook voor jou helemaal klopt. En als je daar dan als projector mag staan en mag spreken, dat je de ruimte krijgt in die uitnodiging, dan stroomt het alle kanten op. En dan raakt het degene die het... Hè, dus dan komt het ook bij iedereen binnen. Mm-hmm. Maar als je gaat spreken zonder uitgenodigd te zijn, zonder uitgenodigd te worden, dan heb je kans dat jouw woorden bij niemand binnenkomt. Ja. Dat je niet gezien wordt. Mm-hmm. Of dat ze vandoor gaan met jouw geniale ideeën of woorden. Ja. Mm-hmm. En dan voelt de projector weer de pijn. De pijn van, ik word niet gezien. Ik word afgewezen, ze horen me niet. En daar moeten wij als projectors heel goed voor zorgen. Ja dat is heel erg herkenbaar. Ja. Maar gewoon moeilijk als je zelf gehoord wil worden en je zegt iets, maar mensen pakken het niet op.
En daarom is het fijn om dit te weten, want dan kun je het daar rustiger in worden. Ja, precies. Ja, is wel heel fijn hoor. Ja, en ook met de cliënten. Weet je, als je met de cliënten werkt, als een cliënt zich niet helemaal opent en als ik niet helemaal mee mag kijken, dan houdt het eigenlijk al op. Mm-hmm. Want dan gaan we, anders gaan we veel te hard werken en ons best doen. En dan gaan al jouw wijsheid van een project gaat verloren. Dat is veel te zonde, dat is echt niet de bedoeling. En het put je volledig uit. Ja. Maar ik vraag ook altijd aan de cliënt, mag ik met je meekijken? Is het oké dat ik met je meekijk en dat ik vertel wat ik voel en wat ik zie? En als dan mijn cliënt daar volledig ja tegen kan zeggen, nou, dan stroomt het als een tierenlier. Dan komt die cliënt ook helemaal in beweging. Ja. En gaan van alles ouds mag er dan losgelaten worden. Ja, mooi. En daar mogen wij als projecten heel erg voor zorgen. Van, oh ja, maar wij beslissen wie wij willen gidsen. En tegen wie wij willen spreken als diegene daar ook ja tegen kan zeggen. Ja, ja dan merk je dat er een soort stroming komt. Ja. En dan gaat het bijna als vanzelf. Ja, en dan komen die inzichten komen er. En dan weet je ook wat je mag zeggen. Ja. En, fantastisch. Ja, dat is heel erg mooi. Ja, dan worden we echt meer geholpen door het grotere veld. Dat, dat is meteen voelbaar. Ja, ja. Ja. En omdat wij zo werken, hoeven de mensen ook minder vaak te zien. Ja. Dat vind ik ook zo'n voordeel. Omdat we veel snel naar die kern kunnen gaan. Dus, en dat vind ik ook heel fijn. Gewoon heel hard werken samen, kort. Maar gewoon echt volledig naar die kern gaan. Daarin beweging in werken, brengen, beweging inbrengen. Ja. En dan ook, mensen kunnen daar dan zelf ook weer mee verder. Dat is zo fijn. Ja. Ja, vind ik heel fijn. Ja. En het is dan nog fijner voor die mensen die wij ontmoeten, die wij mogen begeleiden, om een handleiding over zichzelf te hebben. Hè, die gebruiksaanwijzing over zichzelf. En dat doet dus Human Design. Ja, precies. En die Jinkies. Ja. Ja. En hartstikke mooi dat wij nu al zo'n mooie introductie hebben kunnen maken. En voor de Human Design, lieve mensen, ga vooral naar Rianne. Ja, maar we gaan ook er nog meer over spreken. We gaan dat vind ik leuk. Ja. Maar voor de sessies kunnen ze bij jou terecht. Ja. En ik ben meer, ik geef lichaamsgerichte behandelingen, energetische behandelingen, psychosociale therapie. Dus dat is meer mijn pakje aan. Ja. En Human Design is vooral informatie voor mezelf. Ja. En heel erg bij mezelf blijven, energie overhouden. Ja, dat soort, dat komt helemaal goed. Ja, ja, superleuk. Ja. Hè? Ja, we gaan volgende keer praten we graag weer verder over Human Design en over de types die er nog meer zijn. En gewoon bruikbare tips geven we. Absoluut, je wilt heel erg naar de praktijk brengen, verhalend. Ja, voorbeelden. Voorbeelden, dus. Ja, dat het levendig wordt. En als je interesse hebt in je eigen design en om daar wat uitgebreider wat informatie over te hebben en om het op te stellen, om je conditioneringen te zien en te aan te kijken, dan kun je zeker bij mij daarvoor terecht. Ja, ja, absoluut. Hartstikke fijn. Dankjewel voor het gesprek. Ja, heel graag gedaan. En bedankt heel voor de uitnodiging. Tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Dag. Dag allemaal. Dag.